Waar je bent is perfect. Mm -hmm, mm -hmm. Als je opgeeft dat je ergens anders moet zijn. Ergens anders moeten zijn van waar je bent, creëert pijn en lijden. Mm. Als je gewoon zegt: Hier is waar ik ben. Hoe kan ik genieten van waar like ik ben? Them. That's yes. it. Snap yes. je? Dan kijk je omheen. Wat is interessant hieraan? Laat los dat je ergens moet zijn, dan ben je overal waar je moet zijn. Yes. Zo simpel is het. Yes. Yes. <laughs> Welkom bij de Bewustgenieten-podcast. Vandaag zitten we, ik denk ongeveer bijna precies een jaar later, iets uh, langer, mm -hmm. weer met elkaar. Uh, naast mij zit Roy, Roy Martina, mm. Of dokter Roy Martina. En uh, we gaan het vandaag hebben over een aantal interessante dingen. Hopen. <laughs> <laughs> Vorige keer toen hebben wij uh, het gehad over, uh, de titel van de podcast was hoe... Krijg je toegang tot je hoogste potentieel? Mm -hmm. En vandaag wil ik het over een aantal dingen hebben. Uh, ten eerste, hoe ga jij het pad van jouw ziel bewandelen? Mm -hmm. Ten tweede, ben ik heel benieuwd hoe jij kijkt naar God en um, mm -hmm. wat dat is voor jou. Mm -hmm. Nou, en nog een heleboel uh, meer dingen die je vanzelf gaat tegenkomen. Oké. Okay. Gaat interessant worden. <laughs> Oké, okay, um, ik, um, ik start trouwens eerst altijd even met de vraag: vorige keer niet, uh, nu wel. Waar kun jij echt bewust van genieten? Waar ik bewust van kan genieten, um, dat is zoveel. Ik heb mezelf getraind om op het moment dat ik wakker word, dat ik de dag als een cadeautje zie. He, dus gewoon, en ik ben een enorme creator, dus ik weet, er wordt vandaag weer van alles en nog wat gecreëerd. En als je me vraagt, in gradaties, waar geniet ik het meest van? Um, ja, natuurlijk uh, heb ik bijvoorbeeld uh, mijn geliefden, daar geniet ik enorm van, de tijd die ik met ze doorbreng. Dat is, dat is belangrijk. Dus ik vier elke dag ook met mijn partner, gewoon van onze succesjes vieren we, proosten op uh, wat er uh, die dag is gebeurd. Dus ik geniet ook aan het eind van de dag, als ik terugkijk naar de dag, van wat is nu ontstaan op die dag. Maar ik geniet persoonlijk heb ik enorm veel genot van het creëren. Maar ook, het is niet altijd met een plan, maar ook gewoon het te laten ontstaan uit het niets. Ik heb een appartement in Salzburg, Oostenrijk, en daar heb ik een kamer, een studio. Dan heb ik een idee, ga ik gewoon in de studio zitten en dan ontstaat er iets en dat vind ik geweldig mooi, omdat ik mezelf uh, ervaar als een doorgeeflijk. Maar ik geniet van het proces van iets te zien ontstaan dat anders is dan wat er is. Ik, ik doe nooit wat anderen doen. Ik ben het zoeken en van wat is er en hoe kan ik het beter maken of hoe kan ik iets maken dat beter is dan wat is. Dus bijvoorbeeld CBD-olie is enorm bekend, er zijn heel veel mensen hebben CBD-olie. Dus ik ga kijken, ja, dat is allemaal interessant, maar wat kan ik daarin creëren? Dus ik kom uit met iets, de quantum drops. De quantum drops zijn CBD-olie's met frequenties. En die frequenties werken weer op speciale indicatiegebieden. Nou, dat is fantastisch, en daar kan ik echt miljoenen mensen helpen, die misschien zelfs nooit hebben gedacht om iets van, van CBD-olie te gaan gebruiken. Maar door het op een nieuwe manier neer te zetten in het veld, zie je daardoor meer mensen kunnen helpen. En dat is dus het mooiste wat er is. Dus de intentie van de creatie is om anderen beter van hun leven te kunnen laten genieten. Dus ik zit er al, hoewel ik niet iedereen ken die dit product gaat gebruiken, weet ik wel het effect dat het product gaat gaan hebben. Mm -hmm. Dus ik zit er al in zeg, de genotmode van modes van hoe andere mensen weer geholpen gaan worden. Yeah. Snap je? En uiteraard, sommige dingen doe je omdat het interessant is financieel, andere dingen doe je omdat het gewoon plezier geeft. Dus ik begin nooit met de intentie: wat, ga, wat gaat dit verdienen? Ik begin met: wat kan ik? En dan achteraf zie je vanzelf wat ontstaat, wat er gaat genieten. En, en uh, hoe men daarvan gaat genieten. Dus de anticipatie van de dankbaarheid en de vreugde die gecreëerd wordt door wat het via mij komt, of het een workshop is of een product. Dat is de dragende energie de toekomst in. Dus het is, ik noem het een anticipatiedankbaarheid. Dus heel vaak zijn we dankbaar voor, oké, okay, wat ik nu heb, of wat ik heb meegemaakt, net dat soort dingen. Maar mijn slogan is, het beste moet nog komen. Mm -hmm. oh ja, dan ga ik nu genieten van het beste dat gaat komen. En als je in die stand zit van ontvangen van het beste dat nog moet komen, dan heb je alleen maar nog meer om van te genieten. Mm -hmm. En dan geniet ik vooral van de... Wat ze noemen de synchroniciteit. Het ontmoeten van mensen die precies op dat moment daar moeten zijn. Weet je zegt, wauw. En dan kijk ik naar het universum en zeg, geweldig. Ik weet niet hoe ik die persoon daar heb gebracht. Wanneer het universum heeft dat gedaan. Mm. Maar ik ben wel bewust wanneer die persoon verschijnt op mijn tijdlijn. En ik dan, dat is die klik. En ik weet van, hallo. Dit is de bedoeling. Yeah. En zelfs op de momenten dat ik het minst weet van hoe, ik een uitdaging oplossen. Ik noem maar iets, ik had, ik had iets gedaan, en um, een broer van mij die mijn financiën beheert, die had kleine lettertjes niet gelezen. En de kleine lettertjes die zeiden, je kan niet, het is een vorm van trading, je kan niet, uh, want we hebben geld geleend, we kunnen niet, met het geld dat we verdiend kunnen we niet terugbetalen. Oké, okay. okay? dus ik, ik, verdien, ik heb zeven uh, ton geleend, Nou, daar heb ik uh, zeg maar twee, twee, drie keer dat teruggekregen, maar nu moet ik een andere zeven ton vinden van de buitenkant. Ah. Snap je? Dus ik kan, ik heb miljoenen staan, maar ik kan die miljoenen niet gebruiken. Nou, in dat moment, normaaliter ga je in de stress. Hij zei nee, oké. Okay. Er is een oplossing, ik weet alleen niet wat. Dan word ik gebeld door iemand die zegt: Ik heb een erfenis gehad van 7 miljoen, maar ik heb niet genoeg geld om de belasting te betalen. En dat is wat de oplossing Precies op het juiste moment. Waardoor een probleem dat ontstaan is, opgelost kan worden. Dus ik geniet van het vertrouwen dat ik heb in het universum. Dat het bij mij geen twijfel is. Daardoor heb ik geen probleem. Ik heb alleen een uitdaging die, die opgelost moet worden. Maar heel vaak dient de oplossing zich aan als ik ontspan. Als ik aanspan, probeer ik krampachtiger te vinden. Ja, dan zoek je de verkeerde kant. Mm -hmm. Snap je? Dus dat, dat genieten van het proces. Ik noem het genieten van het kwantumproces. Van verbonden te zijn met alles wat er is. Klinkt super vaag, maar dat is precies wat het is. Dus ik zie me niet geïsoleerd van... Het veld van energie. En het veld van energie is het veld van creatie. En als je daarvan geniet, dus je leert te genieten van wat te komen gaat, dan krijg je altijd meer dan je verwacht. Omdat het de, de frequentie van manifestatie, dus dat wil zeggen de gemoedstoestand van waaruit je intentie zet, continu, bepaalt. Wat er gebeurt wanneer het zich materialiseert. Dus met andere woorden, als ik vanuit pijn en schaarste overvloed creëer, blijf ik zitten in pijn en schaarste. Als ik eerst in dankbaarheid en vreugde ga en dan mijn intentie uitzend, krijg ik altijd dus overvloed met vreugde en dankbaarheid. Mm -hmm. Alleen zit ik op de golf van vreugde en dankbaarheid, dus ik krijg veel meer dan ik heb uitgezonden wat ik wil. Is wat ik bedoel? Mm -hmm. Omdat mm -hmm. alles wat komt, komt op die golf mee. Dan zeg je, oh, vind je dit ook leuk? Oh, geniet je hier ook van? Oh, hier nog een. Dus je, je wordt overstelpt met cadeautjes die ingetuned zijn op je gemoedstoestand. Dus daarom mag je nooit van pijn creëren. <laughs> en jij, jij benoemt net van, uh, ja, ik, ik zie problemen als uitdaging 100%. Mm. Mm -hmm. En het moment dat ik ontspan, dan, uh, mm -hmm. hè, dan, dan gebeurt alles op de juiste manier. Ja. Jij bent Antiliaan, dus je hebt de voorsprong. <laughs> ja, ja, dat is <laughs> zien. Maar <laughs> stel komt een, uh, een groot probleem um, en, en je raakt in de stress. De luisteraar die raakt in de stress of ik raak in de stress. Mm -hmm. Wat doe jij om dan in ontspanning te blijven? Alright, het zijn een paar dingen. Nummer één, uh, je definie definieert het niet als een probleem. Okay. Dat is één. Het is een uitdaging. Mm -hmm. Tweede is de vraag: wie daagt me uit? Dat is een heel andere vraag mm -hmm. <laughs> dan: ik heb een probleem. Mm -hmm. Als je dan weet of aanneemt dat jouw wijzere zelf jou uitdaagt om te groeien. Dus, ik mm -hmm. heb nu een probleem: heb ik een Uitnodiging creëert mm -hmm. tot groei. Yeah, yeah, yeah. Nou, hoe voelt het mm -hmm. om een probleem te hebben, een uitdaging of een uitnodiging? Zie mm -hmm. yeah. je het verschil? Yeah, yeah, yeah. Je wordt uitgenodigd. Mm Hé -hmm. hey, Axel, step up! Step in your power! Yeah. En jij, uh, het, je kleine ik, die staat op het probleem. Mm -hmm. Je naar spiritualiteit <coughs> neigende ik, die zegt, het is een uitdaging. Mm -hmm. Maar in werkelijkheid het is een uitnodiging. Mm -hmm. Dus door te herdefiniëren. Begin bij een uitnodiging is het doel dat ik in mijn grootsheid stap. Dus de vraag die ik aan mezelf stel, wat moet ik in mezelf activeren? Want het potentieel is er al. En dus denk maar, je hebt een hele dure computer gekocht, die je nu alleen gebruikt om te e-mailen en misschien wat video's te editen. Maar die computer heeft nog honderd programma's die je niet gebruikt. Dus nu word je uitgenodigd om te gaan kijken welk programma. Kan ik gebruiken om dit aan te kunnen? En dit gebeurt in ons ook. Dus dan is de vraag, oké, okay, wat moet ik nu in mezelf aanvuren, aanwakken? Is het vertrouwen? Is het uh, weten dat het opgelost kan worden? Dus dat is één. Dan heb je het spirituele stuk. Dat is er totaal wat anders. Dit is allemaal nog mentaal, hè? want ik, geef, ik ben aan het, wat we noemen, herkaderen van wat het betekent, dat is mentaal niveau. En daardoor ontstijg ik het emotioneel niveau. Want ik, door een nieuwe betekenis te geven aan wat voor mij is, heb ik een andere emotie. He, bij een probleem, dat voelt zwaar. Mm -hmm. Een uitdaging, dat nou, is het minder zwaar, maar zo zie een uitdaging. Een invitatie is een feest. Snap je? Dus die emotie al verandert. En dan heb je nog de mogelijkheid te stappen in het spirituele stuk. Mm -hmm. En dat is dus um, waar je voordeel hebt, Santillianen. Kijk, dus een Antilliaan ligt aan een kokosboom, te genieten en wacht tot de kokos naar beneden valt. Die klimt de boom in, die schuurt zich helemaal over, valt nog een keer in de boom, maar daar is een wespennest boven, die grijpt niet weg, en weet niet hoe snel hij beneden moet komen. En het, ja, zegt, jongens, er komt nu een kokosnoot naar beneden, want je hebt naar beneden geduwd, maar die, die ontvang je dan. Dat is een heel andere instelling. Dus de instelling van spiritualiteit is... En het enige belangrijke dat jij moet weten is dat jij een goddelijke vonk bent, oneindig en eeuwig. Als ik aan jou zou vragen, het probleem of uitdaging, over duizend jaar, hoe belangrijk is dat? Hmm, ja, 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 ja. Okay. Het gaat nergens om. Mm -hmm. Het gaat nergens om. Mm -hmm. Het is het ego dat in de knel komt met het probleem of de uitdaging. Maar als je werkelijk weet wat je bent, mm -hmm. wat is het probleem? Mm. Er is geen probleem. Dat is het hoogste niveau. Er is geen probleem. Mm het -hmm. is dus alleen een situatie ja, 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 ja. dat vraagt om een creativiteit. Ja. Dus ik ga uh, een stap <coughs> verder bijvoorbeeld. Als iemand die financieel struggelt, die arm is... Mijn definitie van armoede en financiële stress... Is niets anders een gebrek aan creativiteit. Gebrek aan creëren. Dus als jij heel diep in die pijn zit van de struggle, ben je afgesneden van je grootste kracht, je creativiteit. De creativiteit betekent het vinden van oplossingen die je normaal niet ziet. En op het moment dat ik met een ander blik de wereld inkijk, dan zie ik alleen oplossingen en niet een probleem. Ja. Dus uh, die probleem, die, die triggert mij. Om naar creativiteit te gaan. En het eerste stuk van creativiteit was. Het is geen probleem, het is een uitdaging. Nee, het is geen uitdaging, het is een uitnodiging. Het is creativiteit. Nu ben ik uitgenodigd, ik word blij. Als ik blij ben, zit ik in een andere energie. En dan vibreer ik met een ander niveau van de wet van aantrekkingskracht. En dan gebeurt het. Dus verschil tussen een Antilliaan en een Nederlander. Okay? Beiden hebben morgen. Wordt je huis in bezit genomen? Want je kon zeg, de hypotheek of de huur niet betalen. Morgen ben je straat, saai op straat, je homeless. Oké? Okay? Mm -hmm. Nou, de Nederlander die, die slaapt de hele nacht niet, want morgen is er een probleem. Mm -hmm. De Antilliaan nodigt alle vrienden uit, die zegt: Dus laatste nacht hier, laten we feesten. <laughs> morgen zie ik wel. Het is een enorme verschil in attitude. Niet dat alle al zo zijn, maar het is wel een soort hoe je het metaforisch als en stereotypering kan neerzetten. Ik geniet nog één keer van dit huis. Morgen zie ik wel weer. Zal ja. ik... Dat is de mentaliteit waardoor je het vers gaat komen. Snap je? De verkramping van wat er morgen gaat gebeuren ontneemt jou het genieten van vandaag. Mm -hmm. Vandaag geniet ik. Morgen zie ik wel weer. Vind ik andere reden om te genieten mm -hmm. en misschien eindigheid bij. Bij een broer van mij, weet je, ga ik daar kamperen mm -hmm. of wat? Dat zien we allemaal wel. Mm -hmm. Of misschien is het een avontuur, misschien ga ik wel in een tent slapen ergens. Maar mm -hmm. dat is het probleem voor morgen. Oké, <laughs> oké. <Okay. Okay. Okay. laughs> helder, helder. Dus als ik hem even voor mezelf samenvat: um, Een probleem is een uitnodiging tot groei. Yeah. Besef dat jij dat dus krijgt van, nou ja, hoe je het wil noemen. Yeah. Mm -hmm. um, ja, en vervolgens... Uh, let it zijn. happen, let, let it, it happen. happen. Ja. Let it ha Geniet van de oplossing van het probleem. Ja, oké. Okay. Helder. Helder. Jij, jij ja. benoemt net... Um, je bent goddelijke vonk. Mm -hmm. Anderen noemen het kind van God. Anderen noemen het, nou ja, whatever, 180 namen voor. Mm -hmm. Wat is God voor jou? Oké, okay, dat is een hele interessante. Dus wanneer we zeggen God... Wat zeggen we? Dat is dus één. Dus het is een uh, woordje God roept enorm veel associaties mm -hmm. op, net als het woordje hond. Ja, wat is een hond voor jou? Nou, je hebt misschien ooit een poedel gehad, daar heb je een, een emotionele verbinding mee. Uh, misschien heb je gehoord van God, al de verhalen mm. in de Bijbel, God straft dit en dat. Dat is allemaal de menselijke representatie van iets dat we niet weten. He? Dus op het moment dat we iets willen definiëren dat we niet weten, mm -hmm. zijn we gevangen in dat wat we weten, waardoor het nooit kan we nooit gaan definiëren dat wat we niet weten. Snap je? Dus elke poging om God te definiëren is een falen van het definiëren van God. Mm -hmm. Stop, je kan het niet definiëren. Mm -hmm. Dus dan gaan we het versimpelen. Als je het versimpelt, dan, en zelfs de kwantumwetenschap, die is zover. Dus je brengt, voor mij, ik ben wars van religie en spiritualiteit. Grootste onzin op aarde. Dus daar doe ik niet aan mee. Dus ik gebruik het woordje God niet. Wat ik wel weet, is een creatiemoment geweest. Uh, althans één waarvan we bekend zijn. En er moet een creator zijn van dat wat gecreëerd is. Dus we noemen dat uh, deduceren. Het is niet van weten, het is van ik ga nu stappen maken naar een stukje logica. Mm -hmm. Er is iets gecreëerd, wij leven in een creatie, dus er moet een creator zijn. Enige oplossing die ik heb. Dus dan ga je onderzoeken, wat is de creator nou? Als virtuele mensen praten en zeggen, ze, ja, dat is liefde. Bullshit. Want de creator heeft ook ellende gecreëerd. Hoe kan er ellende zijn? Mm -hmm. Dus zij praten over duisternis en licht. Mm -hmm. Creator moet duisternis en licht zijn. Kan niet anders. Want het heeft het gecreëerd. Mm -hmm. Je kan iets niet creëren dat je niet bent. Mm -hmm. Dat niet in je zit. Mm -hmm. Dus duisternis en licht is gecreëerd vanuit hetzelfde bron. Dus dan is er meer de vraag van waarom is dat zo. Dus dan ga je dieper duiken. Nou, wat heb ik ontdekt? En dit is niet een geloof. Dit is waar ik nu ben in mijn eigen ontwikkeling. Van het kunnen vertalen en begrijpen van dat wat ik niet weet. Mm -hmm. Voor de helderheid. Ik mm -hmm. weet het niet. Mm -hmm. Maar ik heb wel een. Ik noem het een. Work theory. Okay. Dus ik heb een, een, een theorie dat voor mij werkt, mm -hmm, mm -hmm. dat mij rust geeft totdat ik iets weer opnieuw leer en dan pas ik mijn theorie aan. Mm -hmm. Dus het is een ongoing process. Het is niet een statisch iets, dit is God. Mm -hmm. Hoe meer ik opensta, hoe meer ik zeg maar mezelf ontwikkel, hoe meer ik kan definiëren dat wat ik niet weet, omdat ik nieuwe aspecten ontdek van wat ik niet weet. Mm -hmm. Dus nu weet ik, dit is een bron. En de bron heeft de dualiteit gecreëerd in onze dimensie, wat we noemen drie dimensionale dim dimensie. Dat is wat we kunnen waarnemen, maar het is veel meer dan we kunnen waarnemen. Het is veel meer dat ik niet weet. Het enige bekende dat ik heb is dit en wat ik kan fantaseren en meemaken buiten dit. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld een bijna doodervaring gehad. Dat heeft mijn begrip <coughs> veranderd omdat ik nu weet, mijn bewustzijn bestaat ook buiten het lichaam. Mm. Dus dan is ook een out-of-body experience, mm -hmm. OBI. Dus ik, dat heb ik ervaren. niet één keer, twee keer. Ik heb geleefd uh, voor zes maanden zonder eten en drinken. Omdat ik hoorde dat er mensen waren die dat konden. Nou, opnieuw is een paradigma verschoven. En dan weet ik, als ik me laat voeden door de bron... dat mijn lichaam niets anders nodig heeft. Nou, opnieuw ben ik een stukje gegroeid in mijn weten... Dus je bent continu de grenzen van wat je weet aan het verleggen en daardoor ga je steeds meer weten. Dus vervolgens ontdek ik dat ik kan communiceren met uh, intelligentie, intelligenties die niet in de drie-dimensionale veld zichtbaar zijn, mm -hmm. maar die wel kunnen praten. Dus zodoende ben ik gedoken in de hypnose. De hypnose doe ik... Niet omdat de hypnose de weg is. Nee, de hypnose is een manier om versneld mensen voorbij hun ego te brengen, waardoor dingen die in de vierde en de vijfde en wat voor dimensies ook zijn, toegelaten kunnen worden dat ik jouw lichaam kan gebruiken als een telefoon om te praten met wat ik niet ken. Mm -hmm. Snap je? Ik leer het wel kennen in de tijd. Dus ik leer de verschillende intelligenties kennen mm -hmm. die met mij willen spreken. Mm -hmm. En dan ga ik natuurlijk de vraag stellen. Ik ga ervan uit dat zij beter weten dan ik wat er is. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. nou, dus in een van mijn vele uren van interviews. Jij interviewt mij, ik interview wat ik niet weet. Heel mm -hmm. ander niveau. Mm -hmm. Dan heb ik uiteindelijk. Uh, was, en het was de aartsengel Michael, wat het ook mogen zijn, maar het noemde zich Michael. Er is nog geen bewijs in dat het Michaël is. Het is iets dat zich Michael noemt. Dus ik ben de artsengel Michaël. Oké, okay, goed, leuk. Leuk kennis te maken. Mijn vraag is: Oké, okay, wat is God? En uh, artsengel Michaël die zei: uh, God is de kennis van alles, maar die nog niet alles heeft ervaren. Oh, dat was een moment van. Dat moest ik even verwerken, oké. Okay. De kennis die alles weet, maar niet alles heeft ervaren. En de volgende stap was: alles wat jij waarneemt in jouw veld, is wat God aan het ervaren is, maar reeds weet. Oké, okay, ik drink hier een koffie. Mm -hmm. Nu, je hebt nooit van je leven koffie gedronken. Je hebt gehoord van koffie, je hebt gehoord van cappuccino. Je weet precies hoe je het moet maken. Misschien weet je ook hoe het ruikt. Ik kan je alles uitleggen. Over koffie, hoe het voor mij is een beetje bitter, achter op de tong, ze smeuig en af en toe dit. Maar het is niet jouw ervaring. Nu heb je de kennis, maar je hebt niet ervaren. Zolang je niet hebt ervaren, weet je eigenlijk niks. Mm. Je hebt alleen maar kennis. Snap je, dus in de derde dimensie ervaren we dat wat de bron noem ik dat, reeds weet, maar er nog ervaard moet worden. Dan komt de tweede, en dan komen we op het gebied van kwantum. En nu snap ik waarom kwantum is gecreëerd. Quantum, zoals wij dat nu uitleggen, is dat er drie niveaus zijn van waar we nu bij kunnen. Eén is de derde dimensie, dat is waar de tijd zich voortbeweegt in een lineaire lijn, verleden heden, de toekomst. Dan is de vierde dimensie waar de tijd stilstaat. En de vijfde dimensie gebeurt alles tegelijkertijd. Oké, okay, nou, nu weet ik dat. Maar nou goed, ik. Kan daar delen van ervaren. Maar wat ik weet, ik ben multidimensionaal wezen. Ik ben een tentakel van God. En dit lichaam, die tentakeldeel, is de Goddelijke vonk. Dus je hebt God, zegt dat is de zon. Ik ben en jij een één lichtstraal. Eén straaltje met een bewustzijn, verbonden een lichaam. Mm -hmm. De illusie is mm -hmm. dat alleen deze tijd bestaat, dat ik alleen op deze tijd leef. Mm -hmm. De waarheid is. Dat wat ik nu heb geleerd, en ik kan het praktisch ook bewijzen, is dat er nu in een oneindige variatie van jouw allerlei levens worden doorleefd. Al jouw keuzemogelijkheden, elke keuze zou kunnen maken: ga ik met deze vrouw wel of niet een relatie aan? Dat is een keuze. En is een deel van jou die neigt dat te doen, dat een, al zou je die keuze hier op deze tijdlijn niet maken, is een andere tijdlijn waar je die keuze wel hebt gemaakt. In één tijdlijn ben ik, in deze tijdlijn ben ik gescheiden van mijn eerste vrouw. In een andere tijdlijn zijn we naar een relatietherapeut gegaan en konden we weer communiceren op een liefdevolle manier met elkaar. En daar liepen we daar dus door. Al die mogelijkheden moeten er waren worden mm -hmm. vanuit jouw keuzes die jij kan maken. Mm -hmm. Nou, op het moment dat jij dat weet, begint een nieuw spel. Dus en wat doet hypnose nu? Mm -hmm. Ik kan je brengen naar een andere tijdlijn wat jij wilt ervaren. Jij zegt mijn hartverlangen is, weet ik wat, leven in, op een beach, in een witte villa, enzovoort, wordt voor me gezorgd, hoef alleen maar lekker te genieten. Het kan een hartverlangen zijn. Onmiddellijk als je het hartverlangen hebt, is het betekent dat het al wordt geleefd. Mm. Dus er is een andere tijdlijn waar de Axel daar ligt. Helemaal. Nou, wil je de drie vrouwen bij of niet? Of wil je de mannen bij of niet? Wil je vrienden erbij of niet? Uh, weet je wel, wil je financieel onafhankelijk zijn? Al die keuzes moeten geleefd worden. Snap je? Als het verlangen er is. Als er mm -hmm. geen verlangen is, bestaat het niet. Mm -hmm. Dus, nou, je verlangt dat, dus het bestaat. Nu, wat ik dan doe, is jou brengen. Via een portaal, je moet eigenlijk zien, dus ik noem maar astrale projectie, astrale reizen. Ik breng je van deze tijdlijn naar die andere tijdlijn toe. Daarbij je ervaart wat je zou willen ervaren, maar nog niet ervaart. En dan zijn er drie uh, stappen. De eerste stap is je gaat rondkijken. Hoe ziet het eruit? Hoe, hoe leef ik? Weet je dan ga je allemaal verkennen. Dus toen ik dat dus deed, en toen ik aan deze reis begon. En mijn intentie was om miljardair te worden. En niet iets anders. Wat ik wil, ik wil miljardair worden. Ik wil bewijzen, namelijk. En miljardair is gewoon een spelletje. Ik wil bewijzen met kwantumwetenschap Ik moeiteloos miljardair kan worden. Zonder dat ik daar hard voor moet werken. Mm -hmm. je, ja, kijk, er zijn miljardairs die het erven, maar ik wil het creëren zonder moeite te doen. Want daarmee bewijs ik aan de wereld, het shit works. Mm -hmm. Dat is mijn doel, het is een spel. Mm -hmm. Reis ik dus naar de tijdlijn toe waar ik miljardair ben. Mm -hmm. Dus het eerste wat ik opmerk is dat die andere Roy. die heeft zijn haar geschoren. Mm -hmm. mijn haar, er is niks mis met mij. Ik ben niet kaal van nature. Mm -hmm. Ik heb een volle haarbos. snap je wel? Maar ik zei. hij scheert zijn haar. Oh, dat was de easy part. <laughs> Oké, okay, dat gaan we dus ook doen. Het tweede wat ik opmerkte. is dat die andere Roy. is een meester in zijn. Niets raakt hem. Hij kijkt met compassie en liefde de wereld in. Maar hij beweegt niet mee met de wereld. Als het ware staat hij buiten het spel dat de meeste mensen spelen. Hij is aan het observeren en kiezen momenten van interactie. Wauw, dat wil ik ook. Dus je bent nu aan het bestuderen als ik de beste versie van mezelf ben. Want het gaat niet alleen miljardair zijn. Het is, voor mij gaat het om wat ga ik daarmee doen. Hoe ga ik daarmee een impact creëren. En ik weet nu hoe dat, dat kan: een nieuwe scholen, nieuwe vorm van medicijnen, nieuwe centra over de wereld. Dat is wat ik wil doen met het geld. Snap je? Dus ik ben aan het observeren hoe hij doet. Nou, ik zie dat hij zit in een privévliegtuig. Dit is al 6, 7, 8 jaar geleden. En dus de tweede fase is dialoog. Dus zoals ik nu met jou zit te praten, mm -hmm. ben ik nu aan het fantaseren dat ik met mijn zelf praat. Mm -hmm. en ik, ik ontmoeten in een privévliegtuig en zei oké okay, uh, is dit van jou? Hij <laughs> zei dit is een van de vliegtuigen. Nu is er niets in mijn bewustzijn die zelf denkt dat ik meer de vliegtuig wil hebben. Eén is al een probleem. Een, 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 een Gulfstream 650, een van de beste. Nu hebben ze 705. Dat kost uh, bijna 70 miljoen als je het nieuw koopt. Om het te onderhouden kost 4 miljoen per jaar. Dan zit ik te bedenken, hallo, wil ik dat allemaal? Dat mm -hmm. is de next step. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus met andere woorden, ik krijg nu informatie die ik niet heb. En die informatie nu maakt dat ik andere acties ga nemen dat ik niet zou nemen. Dus het is het inwinnen van informatie uit het veld waar ik het meeste succes heb dat ik zou willen. Dus dat is fase 2. Fase 3 is de verstrengeling. Dus ik kan twee manieren dit doen. Ik kan, me, ik kan fantaseren dat ik in mijn, ik noemen dat de kwantum zelf, dat ik in die andere zelf van mij stap en ervaar van binnen hoe het is om die andere kwantum zelf te zijn. Mm -hmm. Dus dat is de eerste stap die ik doe. En dan wauw, hoe denk ik dan? Hoe voel ik me dan? Weet je wel, dus ik ga die vibratie, want dat is het geheim dat ik je zo dadelijk... Naartoe gaan meenemen. Die vibratie van de ander is verschil tussen mij en die ander. Ik vibreer op een andere frequentie dan die ander zelf die dat leven heeft gecreëerd dat ik wil ervaren. Het enige wat ik hoef te doen, maar ook het enige, is die vibratie in het nu opwekken. Dus eerst ervaar ik het en kom ik terug en hebben. Iets voor ontwikkelen, het heet Quantum Timeline Jumpen. Ik kom terug in het nu. Mm -hmm. En nu vraag ik aan die andere zelf om hier in mij te komen en te integreren in mij. Zodat die vibratie begint te voelen in mijn lijf. En hoe meer ik die vibratie kan voelen. Dus, en wat we moeten weten is. Er is geen wet van aantrekkingskracht, er is een wet van resonantie. De vraag is waar resoneer je mee? Dus hoe meer ik die vibratie in me kan voelen, hoe meer ik resoneer met. Dat leven. Mm -hmm. Dus de vibratie is de blauwdruk de, de, voor de manifestatie. Dus ik hoef alleen maar te vibreren. Dus ik doe ook niks anders. Ik ben niet bezig miljardair te worden. 0,0. No, no. Ik doe helemaal niks. En het komt naar me toe. Dus wat gebeurt als eerst? Het enige wat ik heb gedaan was een vision board maken. Nu heb ik een app waar dat nog tien keer beter is dan een vision board. Maar ik heb dus een vision board gemaakt in het midden... Heb ik een foto geplakt, dat was van een Forbes magazine. En uh, dat was iemand uit Zuid-Afrika en, en dat stond onder de eerste Zuid-Afrikaanse miljardair. Hij had dezelfde huidskleur als ik. Dus ik heb een hoofdtransplantatie gedaan, ik heb een foto genomen, bovenop zijn lichaam gezet. En ik heb eronder geschreven, de eerste miljardair van Antiller. That's it. Work done. Het zwaarste werk is achter mij. En dan komt het veld in beweging. Dus dan word ik uitgenodigd voor een paneldiscussie over de wet van aantrekkingskracht. En er zijn drie mannen daar aanwezig, één, en een wetenschapper, een neurowetenschapper. En er zit iemand anders bij, Wim en Ronald. En Wim is een miljardair. En Wim zegt, ik heb dit gecreëerd met de kwantumfysica. Dus ik kijk naar Wim, ik hoor wat hij allemaal zegt. Ik zeg, Wim, uh, ik wil lunch voor je kopen. <laughs> gaan we lunchen? Zijn. Dus zijn we gaan lunchen. En ik ben een jaar, uh, is hij mijn mentor geweest. Hij heeft mij geleerd hoe hij miljardair is geworden. Uh, puur alleen hoe hij het doet: mm. is elke ochtend, als hij wakker wordt, blijft hij een uur in bed liggen en is alleen bezig met dit proces. En tot hij voelt de vibratie in zich van de miljardair. En hij doet het ook niet voor geld. Maar hij doet hele grote projecten in Afrika en noem maar op. Dus ik heb door hem ook andere systeem van geld leren kennen. Waar ik nu toegang toe heb. En uh, Dus hij blijft in bed liggen tot hij voelt van... ik ben nu in de vibratie van de miljardair. En dan begint hij zijn dag. En zijn enige taak is om te blijven in die vibratie. That's it. En dan komt het naar je toe. Dus hier is wat we moeten begrijpen van quantum. Geen quantum... Eerst, je hebt een doel en dan ga je alles doen om het doel waar te maken. Dus je maakt een stappenplan. En uh, dat wil niet zeggen dat je niet succesvol kan zijn. Heel veel mensen zijn succesvol met een 3D-manifestatieproces. Dus nu ben je gericht op je doel, je visueert je doel, je affirmeert je doel en daardoor ga je naar je doel toe. Mm -hmm. En dan slaag je of faal je, het valt tegen je, wordt uitgedaagd, problemen, bla bla. En uiteindelijk, als je doorzet aan je doel. Met heel veel hindernissen. Quantum mm. is andersom. Breng de vibratie in je lijf. Het enige wat je dan doet, is je kijkt naar wat er allemaal in je veld zich openbaart. En de vraag is dan, moet ik hierop reageren, ja of nee? Voorbeeld. Ik riep eens van... Ik ben het kijken van hoe ik mensen bereik. Social media, noem maar op, e-mails, bla bla bla, enzovoort, advertenties, al dat soort zaken, werkt allemaal prima. Maar een bepaald doel zal ik nooit bereiken, een bepaalde doelgroep zal ik nooit bereiken. En dat zijn de, bijvoorbeeld bepaalde mensen die uh, sluimeren, maar nog niet wakker zijn. En ik weet dat er heel veel sluimerende giganten zijn. Dus ik heb gezegd: jongens, ik zou ooit een tv-programma willen hebben. Ik heb vroeger tv gedaan. Ik heb heel veel ervaring met tv-programma's te maken. Het enige wat ik doe, ik zet het in het veld. Hm. Verder niks. Ik doe helemaal niks. Nou, wat krijg je op een gegeven moment? Een whatsappje van een kennis van mij. En die zegt, uh, ze heet Linda, ze zegt, Lin, Roy, uh, nou, een hele goede vriendin van mij is Mariska. Mariska is een tv-programma-maakster. Zij maakt tv voor alle zenders enzovoort, hm. en dit en dat enzovoort. En ik heb heel enthousiast over jou gesproken. Nou, ze kent je van vroeger, toen je nog heel veel op tv was. En ze wil graag met je praten. That's it. Nou, Mariske is ook hier geweest in deze training. Mm -hmm. We hebben gelijk op het podium gezet, gehypnotiseerd. Dus in plaats van te zeggen: van wat moet het programma zijn, hebben we verbonden. En we zeggen daarboven: vertel aan haar wat het programma moet zijn. Dus zij krijgt van boven. En het enige wat gebeurt volgend jaar is dan gaan we het programma in elkaar steken. Dus als wij dat durven te vertrouwen, dat alles er al is... en de beste manier om dat aan te trekken wat is, is de vibratie. Dus dan gaan we terug naar God. Dus God heeft alle vibraties in zich. Snap je? En aan mij de keuze welke vibratie wil ik ervaren. Mm -hmm. Niks anders. Ik hoef niks te bedenken. Ik hoef niets te weten. Hoe minder ik weet, hoe makkelijker het is. Ik kan aan mijn dochter, toen ze vier jaar was... Kon ik haar het precies leren en zij trekt de dingen aan zoals ze ze aantrekt. Mm -hmm. Omdat ze niks gelooft, dus alles is waar voor haar. Ook als de echte waarheid waar is, dan ga je dus manifesteren. Simpel. Dus het gaat erom dat je de wetten van quantum begrijpt. Het gaat niet om wat je gelooft. Niet interessant wat je gelooft. Geloof je of het kan of niet kan, allebei waar. Op het moment dat je niks gelooft, ik zeg ik volg alleen de wetten, ik weet wat mijn hartsverlangen is. Ik weet hoe de wetten werken. Dat is het één wat ik doe, is die wetten toe te passen in mijn leven. Mm. En dan kom je uit op een, een techniek, een systeem. In dit geval ik doe, gebruik ik hypnose als mm. een systeem. Uh, die andere die gebruikt uh, dus in de ochtend in intransigerende systeem. Zo zijn er meerdere systemen om die vibratie te bereiken. En we hebben ook een, een quantum timeline jump. Waarbij je dus naar die andere tijdlijn springt. Ik heb een quantum life app gemaakt waarin je een film kunt maken van je dromen met affirmaties, met tonen erbij. Waardoor je gaat identificeren met je succes. Het mm. grote probleem tussen jou en je succes is of jij al reeds de identiteit hebt van je succes. Of je nog aan jezelf moet werken om de identiteit te krijgen van je succes. Dus waar ik drie jaar in heb gewerkt is het gevoel van miljardair te zijn. Hoe voelt dat? Wat is dat? En dan op het moment dat ik dat bezit, dan gaat het lopen. Dan komt in één keer uh, iets op je af, denk je, wow, dit kan niet. Dus ik verdien nu praktisch miljoenen zonder iets te doen. Daar heb ik niks voor te doen. Niks. Het enige wat ik hoor, oké, okay, er zijn weer een paar miljoen erbij. Mijn enige uitdaging is dat het bankensysteem, dus heel veel geld is altijd verdacht... Dus ik kan niet zomaar een paar miljoen overmaken. Dus ik moet allerlei sprongen maken. Omdat bepaalde banken bepaalde dingen niet accepteren. Bijvoorbeeld cryptos is een probleem voor heel veel banken. Noem maar op. Dus je moet nu een manier vinden. Omdat daar waar gebeurt in het andere. Omdat hier terug moet brengen. Maar de kunst is. Dat het naar je toe komt. En dan stop je met de jagen. Nou, en nu kan ik Antilliaan zijn. Dus volgend jaar. Er uh, komt een boek uit, dat wordt een weird bestseller en dat heet The Secrets of the Lazy Billionaire. Je komt het jaar uit? Ja, ja Dat van... even mijn vraag, ja, 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 waarom ja, ga het boek uitkomen? Okay. Dan is het er. Oké. Okay. Dan is het er. Oké. En hier, een ander geheim die we moeten weten is: is geduld of ongeduld. Mm -hmm. Dat is niet de oplossing. Het is ontspanning, is de oplossing. Ik kan het niet beïnvloeden. Ik weet wat er gaat gebeuren, want ik heb het al gezien. Ik hou de vibraties vast. Maar het veld moet zo bewegen om de juiste kansen naar je toe te brengen. Mm. En dat kan tijd nodig hebben. En dat hangt af van twee factoren. Is de ander klaar om op je pad te komen? En tweede is, als die ander op je pad komt, kan je het zien. Mm. Maak je het contact. Dus je moet een scherpzinnigheid hebben van waarneming: dat jij weet: dit is voor mij. Er gebeurt iets in mijn veld, kom iemand tegen. Wauw, die persoon ja, daar soms moet voel je verbinden. Dat ja, zo met zo'n intuïtie, maar het is in feite in dit geval is het het fluisteren van het veld die zegt ja, dat is hem. Die er mee praten. Ja, en dan moet je opstaan, moet je daar naartoe lopen. Ja. Snap <laughs> je? En al weet je niet wat het gesprek gaat opleveren. Mm. Maar je begint het gesprek en in het gesprek leer je kennen <tus> wat het kan opleveren. Ja. Snap je? Dus ik geef je een voorbeeld. Ik werd uitgenodigd om 200 jonge entrepreneurs toe te spreken. op een jacht. Niet betaald, whatever. En dan is de keuze: moet ik het doen of niet doen? Dat is één. Dus ik ga in meditatie. en ik stel de vraag aan mijn kwantum zelf. op de tijdlijn waar ik wil zijn. Ik zeg: Heb jij het gedaan, ja of nee? Hij zegt: Ja, ik heb het gedaan. Ik zeg: Waarom? Hij zegt: Van die 200 mensen. is er één. die het snapt. De rest kun je afschrijven. Dus ik ga er naartoe. Er is een hele jonge vent, zei hij tegen mij. Ik ga hem toe, ik heb een speech, iedereen geïnspireerd, blablabla, bla, bla, enzovoort. En er komt één jongen naar me toe. Een jonge vent, er waren nog twee of drie anderen, kwam maar één die de beschrijving was van wat ik van tevoren al had gehoord van mijn quantum zelf. Mm. De jongen komt naar me toe en die zegt tegen mij, ik wil wereldkampioen judo worden. Hoe moet ik dat doen? Nou, ik ben wereldkampioen, ik weet precies hoe je het moet doen. Dat doe je... En ik zei, er zijn drie dingen die je moet doen. Eén is trainen, dat is één. Mm -hmm. Tweede is stappen in de tijdlijn waar je wereldkampioen bent. Dat is het. Nou, hij is heel blij. zegt, als je nog vragen hebt, hier is mijn kaartje, stel de vraag. Ik zou ervoor zorgen dat je wereldkampioen bent. Ik heb meerdere mensen geholpen om wereldkampioen te worden. Dat is het probleem dus niet. Dus als je die verbinding hebt met het veld, word je geleid. En dan leer je dat je het niet zelf hoeft te doen. Ik hoef het niet zelf te bedenken. Ik hoef niet zelf te weten. Het is er al, mm -hmm. maar nu openbaart zich via mij. En dat is dus voor mij, dat veld, is die quantumcomputer die we God noemen. Snap je? Het is alles, het is overal. Mm. Het verbindt alles. Dat is het kwantumveld. En daarachter het kwantumveld zit een intelligentie. Daar hebben, kunnen we niet eens beschrijven wat het is. Onze quantumcomputers kunnen niet beschrijven wat het is. En wat er nu aan het gebeuren is in deze tijd, dat we steeds dichterbij komen bij de versnelling van de technologie, mm. maar tegelijkertijd ook de versnelling van het bewustwordingsproces. Die twee gaan hand in hand. Mm. Het is niet afzonderlijk van elkaar. Social media en dat soort dingen representeert dat wat we kunnen. Googlen representeert wat wij kunnen. We hebben geen Google nodig. Ja, maar het is wel representatie voor de mensen die niet bewust zijn, die kunnen deze technieken gebruiken. Om dus een niet-bewustzijn op een andere vorm te geven. Maar op het moment je het bewust bent, kun je weten zonder dat je googelt. Dat is eigenlijk het grootste geheim. En dat, betekent ook, dat is ook waarom ik zo gepassioneerd ben voor het creëren van een nieuw schoolsysteem. Ja, want we worden geboren op genieën. We worden geboren als genieën in een gevangenis. Waardoor wij. In een gevangenis geboren worden. Dat is die mentale prison van onze ouders en omgeving. Mm -hmm. Dus alles buiten de gevangenis kennen we dus niet en het is eng. Mm -hmm. Dus je ziet ook in het echte leven dat mensen steeds terug in het gevangenis. Zit ze een straf uit, dan gaan ze weer een misdaad plegen om alleen maar weer terug te kunnen in de gevangenis. Want dat is veilig voor hen. Mensen praten over comfortzone. Het is geen comfortzone. Het is zo oncomfortabel als wat. Je leeft mm -hmm. het leven dat je niet wil. Noem je dat de comfortzone? <laughs> maar wat je wil is buiten de, de, de zone van veiligheid. De comfortzone is geen comfort. Het is voor wat je kent. Dus de gevangenis die je kent mm -hmm. is waar je in wil blijven. En alles buiten de gevangenis is eng. En wat we moeten leren is continu uit onze eigen gevangenis te treden. Mm -hmm. En dan ontdek je wat de mogelijkheden zijn. Oké, okay. <laughs> dat was een uitgebreide Nee, <laughs> Dit <vraag>. was kort. <laughs> um, Oké, okay. helder. Mm -hmm. um, ik ben benieuwd, wat ik, wat ik zie is, uh, vanuit mijn observatie naar deze wereld, is um, in de maatschappij waarin we leven, zijn we best wel veel, naar mijn mening, bezig met ik en mm -hmm. minder met wij en mm -hmm. in verbinding zijn. Um, mm -hmm. En daarop aansluitend ben ik ook benieuwd, uh, ik um, kan me voor een heel groot deel vinden in hoe jij God ziet. Mm -hmm. Alleen er is ook een stukje in mij wat, wat ook open staat van, hmm, oké, okay, zou ook een waarheid kunnen zijn. Mm -hmm. het is een stukje van, is er een God en een duivel? Zo ja, wat is de duivel? Um, je hebt het over intelligenties. Mm -hmm. En een interessante vraag die me laatst werd gesteld, van ja, hoe weet je nou wat zuiver is? Dus, um, kijk, voor mij is niks te gek. Um, stel, uh, uh, je bent met iets aan het communiceren wat niet zuiver is, of een of andere demonische kracht, of wat dan ook. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Oh, heel simpel. Kijk, je kan er naar kijken vanuit quantum gebeuren. Alles is een frequentie. Er is dus geen licht en duisternis. Het is een frequentie. Mm -hmm. Nu, grijp, kan die frequentie op je aangrijpen, ja of nee? Dus. De frequentie kan alleen aan jou aangrijpen als die frequentie in jou is. Punt. Meer is er niet. Er kunnen demonen zijn, duivels, whatever. Mm -hmm. dus als er geen aangrijpingspunt is, is er niet. Het aangrijpingspunt van wat we de Duitsers noemen, die we zo daar gaan uh, definiëren, is jouw ego. Mm -hmm. Jouw ego leeft in dualiteit. Jouw ego zegt, dit is goed, dit is niet goed. Dit is veilig, niet veilig. Dus de ego is altijd continu aan het kiezen. Ja. Dus daardoor, de ego heeft dus gecreëerd uh, een contrast tussen licht en niet-licht. Dus we gaan kijken naar wat we de duisternis noemen: is het ontbreken van licht. Als het licht ontbreekt, de zon ergens niet op schijnt, wordt het koud. En die kou, die kilte, is dus geen liefde. Dus we hebben alleen liefde en geen liefde. Meer is er dus niet. Als er geen liefde is, dan is het koud en is het onveilig... want ik wil naar liefde toe. Dus ik creëer in mijn dualiteit het verlangen van liefde. Ik ga op zoek naar liefde. Maar omdat in mij allerlei programma's zijn... die vertellen dat ik niet goed genoeg ben... niet krachtig genoeg ben, allemaal mijn ego... heb ik een enorme opening voor die koudheid om in mij te komen. Dat is duizend in zich. En die duizend neemt elke vorm aan... Dat angst oproept in mij. Dus een demon is door mij gecreëerde vorm van ontbreken van liefde. met een bepaalde energie waar ik me onveilig in voel. Roep alle demonen op die je wilt hier en we kunnen koffie drinken. Maakt me niks uit. Want er is niets in mij dat ruimte geeft aan een demon, Duivel. Kom op, soep. Thee, koffie. Wat mag? ik? Ik wil best met je praten. Dus als er een duivel zal bestaan tegen een demonische projectie van je eigen angst, mm -hmm. heb je hem? Ja. He. Simpel. Dus als je demon ziet, waarneemt, voelt, dus kijk je in de spiegel van je angsten. Op het moment dat er geen angst is, is demon weg. Mm -hmm. 100%. Een demon ga je niet bevechten zoals in de kerk. Maar waarom vecht de kerk tegen de demon? Omdat de kerk ook geen licht is. Het is een machtsstrijd van wie is het sterkste is. Dat is alles wat de kerk dus doet. Right? Maar in liefde is de demon misschien aanwezig, maar die kan niet met mij interfereren, omdat we niet op dezelfde frequentie zitten. Dat is alles. Dus net als met de radio, uh, jouw frequentie is, weet ik wat, uh, rock'n'roll. Hmm. Nou, als er klassiek op staat, draai je het weg. Je bemoeit je niet, je gaat niet eens proberen naar klassiek te Het vibreert niet met je. Mm -hmm. Iedereen kan je vertellen hoe geweldig het is, klassiek. Je wil er niks mee te maken. Heb je wil een rock'n'roll. Ga je naar rock'n'roll. Er is geen klassiek. Mm -hmm. ik dus door het te negeren vanuit kracht van het licht, bestaat het niet meer. Okay? Nou, de duivel is iets anders. Want de duivel is een andere manier om de ego aan te pakken, de, du de duivel. Is de macht van verleiding. Dus die vraagt aan jou: wat is jouw verlangen? Oh, ik wil rijk zijn, ik wil dat zijn, ik wil dat. Oké, okay. hoe rijk wil je zijn? Hoeveel kracht wil je hebben? Wat de Duister zoekt in jou, is de verleiding waardoor jij nu een machts, uh, behoefte krijgt. Mm -hmm. Als jij heel veel geld hebt, ga ik je zo arrogant maken dat jij gelooft dat jij beter bent dan iemand zonder geld. Mm -hmm. Maar ik help jou het geld creëren, maar jij blijft altijd in de armoede bewust zijn. Dus jij zal nooit genoeg hebben. Dus jij wordt hebzuchtig, mm -hmm. greedy. Mm -hmm. Dat is het werk van de duivel. Die leidt je weg mm -hmm. van het licht. Yeah. Op een manier waar je ego blij van wordt. Yeah. That's all. Dat yeah, that is yeah. de duivel. En die is verdomd goed hoor. Mm -hmm. Als de duivel in een zaalval met mensen zou zijn, zou de meest charmante man een vrouw zijn. Die precies weet wat hij tegen jou moet zeggen, dat jouw ego zich zo geweldig voelt. Jij ziet me, jij hoort me, jij begrijpt me en jij verleidt me. Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, ook wel een andere benaming: is het valse licht geef het beestje mm -hmm, mm -hmm, ja, mm -hmm. een naam. Maar de, wat erachter zit, mm -hmm. is het ego. ego is het portaal. Dus wat wij moeten leren, is dat het lichaam komt met een ego. Mm -hmm. Wij zijn egoloos. Dus mijn mm -hmm. taak als spirit, de goddelijkheid die ik ben, is om aan me niet te identificeren met mijn ego. Mijn ego. Die wil significant zijn. Als je naar een slachtoffer kijkt, de significant van een slachtoffer is aandacht. Kijk naar mij hoe zielig ik ben. Kijk naar alles wat is aangedaan. Ik ben verkracht, ik ben dit, ik ben dat. Dat is aandacht. Dat is wat de ego wil. Hmm. Aandacht is liefde. De andere kant is, kijk naar mij hoe geweldig ik ben. Ik ga op social media laten zien, mijn Rolls Royce, mijn goud, mijn dinges en mijn dat... Al die jonge uh, mensen, die kijken daar tegenop en worden verleid mm -hmm. daardoor. Mm -hmm. En dat is wat ze willen. Dat is de duivel. Mm -hmm. Niet die vorm die jij denkt, met twee hoorns, dat zou de duivel nooit doen. Nee, nee, nee. Dat nee, 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 is nee. een demon. Zou je? Mm -hmm. Een demon verschijnt als een duivel die je denkt, hoe de duivel eruit mm -hmm. ziet. Dat is je demon. Dat is je eigen angstprojectie. Mm -hmm. Maar de werkerduivel, die... die die gaat jouw ego kietelen, die gaat jouw ego masseren, die gaat jou verleiden om jou om te leiden, zodat je afgeleid wordt van wat je werkelijk bent. Dat is alles wat het is. Dus je vecht niet tegen de duivel, je maakt je weerbaarder tegen de duivel, door niet gehecht te raken aan wat jij definieert het succes is. Dus op het moment dat je gehecht bent aan die schijnstraling, um, uh -huh, uh -huh. Dat, is wat je, dat is wat de duivel is. Als ik zeg ik wil miljardair worden, denk ik heel veel mensen duivel praat. Ik weet wat ik met miljarden ga doen. Uh -huh. Ik heb een goed leven. Ik heb die miljarden voor mezelf niet nodig. Uh -huh. Snap je? Ik heb de miljarden nodig om iets in de wereld neer te zetten dat anders niet kan en nooit gaat ontstaan, omdat er geen super rijke spirituele mensen zijn omdat de meeste superrijke mensen in een ego gepakt zijn. Mm -hmm. De genialiteit van iemand kan dus helemaal ingepakt worden door de verleiding van te denken hoe groot je bent. Mm -hmm. Dus in nederigheid aanwezig blijven zijn, in compassie, in liefde is de vijand van de duivel. Snap je het verschil? Yeah. Mm -hmm. Dat is het verschil. Dus ik moet. Continu stappen uit de illusie van mijn ego dat ik belangrijk ben. Mm -hmm. Dat mensen me op een pedestal, een voetstuk willen plaatsen, dat is hun projectie. Op het moment dat ik ga geloven dat ik daar ben, dat is mijn ego. Snap je? Dus ik kijk de wereld in vanuit gelijkwaardigheid. Dat een ander zich niet gelijkwaardig voelt dan mij, is niet mijn probleem. Mm -hmm. Ik benaarde je vanuit gelijkwaardigheid. Hoe jij me benadert ligt bij jou. Wat je meedoet met wat ik je geef ligt bij jou. En daar houdt mijn verantwoordelijkheid op. Mm -hmm. Mijn verantwoordelijkheid is alleen dat ik verantwoordelijk ben voor hoe ik in het leven sta. Alles eromheen verder is niet mijn probleem. En vanuit die verantwoordelijkheid kan ik kiezen van hoe kan ik dienstbaar zijn iets groter dan mezelf. Mijn ego wordt blij van alles wat ik doe, want ik ben gelukkig. Mm. Ik heb mijn ego getraind van. Hoe ervaar ik geluk? Nou, ik ervaar geluk door dienstbaar te zijn aan anderen. Of het geld oplevert of niet. That's not the point. Mm -hmm. Het geld komt wel. Daar wordt voor gezorgd. Want de intentie is er al. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Als ik me zorgen maak over geld, blokkeer ik geld. Dus wat we moeten leren is continu zoeken naar het evenwicht in onszelf. Waarin we continu ons kunnen verbinden met de grootheid die we in oersprong zijn. Waardoor dat wat we zijn, door kan stralen in alles wat wij doen. Dat is de reis van de ziel. En als we praten over de ziel. We hebben dus de, dat God deeltjes heeft gecreëerd, dat noemen ze de Big Bang. Ik noem het de hartslag van de bron. Mm -hmm. En dat is niet eenmalig in oneindigheid, is niet één keer een Big Bang. Snap je alleen. Dat duurt misschien miljoenen jaren in onze tijdlijn dus ik geloof ik, maar één Big Bang is. Mm -hmm. Die is continu, is er daar een oneindigheid. Er worden deeltjes van afgesplitst, Dat zitten in de vijfde dimensie. Dan hebben we een ziel. De ziel is de herinnering van alles wat we hebben meegemaakt in de derde dimensie, waar we karma kunnen opdoen. Dus als ik in mijn evolutie van mijn ziel eerst water ben geweest, waterelement, dat heeft geen bewustzijn nog, een ander soort bewustzijn maar ze bewustzijn zonder karma. Ik kan niet iets verkeerds doen. Mm -hmm. Ik kan alleen maar zijn. Mm -hmm. Dan heb je het stukje evolutie in het plantenrijk, dierenrijk en uiteindelijk in het bewustzijn waar we keuzes kunnen hebben en niet instinctmatig worden aangestuurd door onze DNA en het collectieve van de diersoort waar je in zit. Mm -hmm. Dus wij komen in collectieve van de mensheid en de vraag is welke collectieve wil je zijn? Die die slapen of die die wakker zijn? En in die die wakker zijn, op welk niveau wil je binnenkomen? De ziel is dus die ervaring waarin je bewuste keuzes kunt maken. En elke keer dat je een keuze maakt waarbij je misbruik maakt door je ego je laat kiezen voor macht of voor wat anders, dat moet je in balans brengen. Hoewel je dat nu niet zou doen, zul je toch nog iets moeten doen om dat stuk dat je hebt gedaan dat nog niet klopt in orde te maken. En we leven in een tijd dat het gewoon puur een kwestie is van oké. Okay, ik heb in mijn onwetendheid dingen gedaan, waarvan ik niet wist wat de effecten daarvan waren. Kun je me vergeven? Dat vraag ik aan het veld. Het veld zegt: ja, je bent nu bewust geworden van het feit dat, dat je dat hebt gedaan. Yes, je bent vergeven. Het is simpel als dat. Mm -hmm. Dat is karma loslaten. En dan heb je dharma. Dharma is de weg die jij gekozen hebt voordat je hier bent gekomen. En die weg ontsluit zich. Kan niet anders dan het zich ontsluit. Alles ligt al op die weg. Dus al die mensen die op zoek zijn naar een zielenmissie, verloren tijd. Waste of time. Jouw ziel wijst je de weg. En jij zoekt niet naar jouw ziel. Snap je? Jouw ziel die is continu met jou aan het praten. Hoe praat je ziel met jou? Via je hart. En het verschil tussen je hart en je ego. Je ego wordt blij als er een stukje zelfverheerlijking bij zit. Significantie. En je hart is in de vierde dimensie verbonden met alle tijdlijnen. En daar kun je ervaren wat bijdraagt in dat jij de liefde die je bent steeds sterker maakt. Alle keuzes die ik maak, die leiden dat ik meer liefdevoller ben, dat is mijn weg. De keuzes die leiden totdat ik minder liefdevol werk, zijn omleidingen. Dat is alles. Dus je hart is daar waar alle antwoorden zijn. Wat je moet leren is je hart te vertrouwen en yeah. mee te praten. That's it. Yeah. Ja. Klaar. En, en hoe, hoe uh, want dan hebben we gelijk, kunnen we aansluiten op uh, de vraag waar ik naartoe wilde van hoe ga je dan het pad van je ziel volgen door te luisteren naar je hart? Absoluut. Die is verbonden met je ziel. En hoe, um, hoe luister je meer naar je hart in de zin van heel veel mensen zitten in hun hoofd en denken, hoe luister ik naar mijn that, hart? Hoe ga je dan meer zakken naar je hart? Dat is het probleem. Probleem is niet je hoofd. Je probleem is gewoon de programma's in je hoofd. Mm. Dat is dus in feite wat er uh, gebeurt. En dus, je hoofd heeft allemaal programma's die niet afgestemd zijn op de weg van je hart. Oké? Okay? En daar komt dan overheen, dus de waarde die je aan jezelf geeft, eigenwaarde, uh, geloofsovertuiging, allemaal onzin die geprogrammeerd zijn in jezelf. Dus de stap is gewoon te zien dat het allemaal onzin is. Waarom zou jij aandacht geven aan onzin? En dan komt gedachte op: ik ben niet goed genoeg. Dat ben ik niet. Dat is een echo uit het verleden. Waarom zou ik daar aandacht aan geven? Als ik in mijn hart stap. Heb ik scheid aan alles? Niets is nog belangrijk, wat enig belangrijk, dit gevoel dat ik voel, om daar expressie aan te geven. That's it. Dat kan zijn in de keuze die ik maak, dat kan zijn wat ik uitspreek. Al de rest is afleiding. Dus je moeten de beslissing nemen. Mensen zeuren zo lang over onzin. Ik zit in mijn hoofd, kanine in mijn hart, blablabla. Al dat soort onzin. Mm -hmm. Het enige wat je hoeft te doen, is te zeggen, oké, okay, hoe voelt liefde? Wanneer zijn er momenten geweest dat ik liefde erwaarde? Daar ga je naartoe en dat breng je in het nu. En dan zit de frequentie van het hart. Als ik deze keuze maak, voelt dat als liefde, ja of nee? Nee, het voelt, nee, ik doe het voor de ander. Dat is geen liefde. Dat is jouw ego die denkt, als ik niet voor de ander doe, ben ik niet goed genoeg. Elke angst is een programma. Elke angst ben jij niet. Dus je moet alleen, ja, we zeggen het even op zijn mannelijks: je moet de ballen hebben om te zien dat de angst een deur is waarachter je moed zich verschuilt. Dus het is geen angst. Het is van: oké, okay, wil je door de deur of blijf je voor de deur staan? Dan zie je die, blijf voor die deur staan. Nee, ik ben bang, ik durf niet. <laughs> ja, 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 je hoeft alleen ja, ja, maar ja, ja. door die fucking deur te gaan. Ja, ja, ja. <laughs> wow! Dat is het. Ik sta hier voor 5000 man. Wow, wat lekker! Ik kan je me verhaal vertellen. Waarom blijf je voor die deur staan? Snap <laughs> je? Daar straal je. Dat wilde je. Mm. Maar je durft niet door de deur heen te gaan. Dus op het moment dat je het simpel maakt, en dat vraagt de ballen. Maar die deur lijkt zwaar. Snap je? Dus je duwt er tegenaan. Het beweegt niet. Mm. Maar je duwt niet van kracht. Snap je? Op het moment dat je besluit... Ik ga door de deur heen. Ga de deur open. Hallo. <laughs> en dan ben je er. Dus angst is die invitatie. Waar we over hebben. Het is de enige uitnodiging. Waar je angst voelt, ga door de deur. Klaar. En dan ontstaat een leven dat je niet kan voorstellen, want overal ben je niet door de deur heen gegaan, ben je lekker blijven zitten in de gevangenis. Dus de angst is de deur uit de gevangenis. Heb je? Je hoeft alleen maar doorheen te gaan. Scheid dan hem. Nu twee dingen wat, wat super interessant is. Eh, twee mensen moeten spreken in op een bar. Beiden hebben dezelfde gevoelens. De een zegt: dit is angst. Dan is het opwinding. Ja, ja. I feel fired. I am ready. Dan zeg je, holy shit, wat kan allemaal gebeuren? Projecteert ja, 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 ja. van alle shit daar en creëert een realiteit. Beide zijn self prophecies. Dus kies jouw self prophecy. That's all. Right? Nou, als je zegt, ik ben geen goede spreker, dan heb je vastgezet, ik ben geen goede spreker. Mm -hmm. Op het moment dat je zegt, van ik sta daar en ik zie wat er gaat gebeuren, dan heb je geen blokkade op je flow. En je weet alles wat je weet. Zo'n mensen, als ik soms geïnterviewd word door een journalist tussen me, vragen toen, ik lees al die vragen, ik weet wat, ik weet. Waarom zou ik, we moeten voorbereiden, op het moment dat ik me voorbereid, zit ik gevangen in de voorbereiding. Ja, op het ja. moment dat ik erin stap, whatever happens, happens. We zijn continu bezig te anticiperen op dat wat we denken dat we niet willen, en daardoor blokkeren we onszelf. En in feite is het leven heel simpel. Ga je door de deur, of blijf je voor de deur? En de meeste mensen kiezen, ik blijf voor de deur. Sappie. Zien iedereen door die deur heen gaan die wel door die deur heen stapt? Nee, maar zij vertrouwen toch niet en blijven lekker zitten in de gevangenis die ze kennen. And that's the whole story. You got it? 100%. Oké, okay, ik, uh, ik wil hem uh, bijna afsluiten. Mm -hmm. uh, twee dingetjes nog. Eén stukje is mensen die, uh, dat is onder andere ook uh, nou ja, waar ik mensen mee help. Dus daarom ben ik heel benieuwd wat jouw antwoord daarop is. Mm -hmm. um, Stel je hebt geen richting in je leven, je weet eigenlijk niet zo goed waar je naartoe moet of wat je wil in het leven. Wat wil je tegen die mensen zeggen? Het is de beste plek waar je kunt zijn. Absoluut, want je weet het niet. Zij die het weten rennen in de richting dat ze denken dat het is. Dus ja, is dat de richting? Het gaat niet om het hebben van een doel, dat is de onzin van het hoofd. Als jij wist wat voor wezen je was, hoe oneindig en hoe onsterfelijk je bent, ben je hier om te ervaren. Als je ervaart niet te weten, ervaar je niet te weten. Als je ervaart te weten, ervaar mm. je te weten. Ja, 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 ja. Waar je bent is perfect. Mm -hmm, mm -hmm. Als je opgeeft dat je ergens anders moet zijn. Ergens anders moeten zijn van waar je bent, creëert pijn en lijden. Mm. Als je gewoon zegt, hier is waar ik ben. Hoe kan ik genieten van waar ik, ik ben? ben. That's juist, it. Snap je dan kijk om je omheen. Wat is interessant hieraan? Laat los dat je ergens moet zijn, dan ben je overal waar je moet zijn. Juist. Zo simpel is het. Ja, 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 ja. Stop the fuck with willing. Ik heb mijn hele leven ben ik links rechts omgegaan waar de wind me wijst. Ik heb gigantische verhalen om te vertellen, terwijl ik nooit heb geweten waar ik naartoe zou gaan. Maar hoe het zich ontvouwt mm -hmm. in het niet weten, is het mooiste wat er is. Probeer alles uit. Elke ervaring is een goede ervaring. Het enige wat je moet leren is, zoals jij het zegt, bewust genieten. Dat is alles. Bewust worden dat je van elke ervaring kan Juist. genieten. Juist. That's it. Juist. Wat moeilijk. Ja. Jij gelooft dat die spirituele mensen rennen achter een zielenpurpose, dat zij het weten. No way. Die zijn nog meer verward dan jij die het niet weet. Alleen geloven ze dat ze het weten. Mm. Daarom rennen ze die richting uit. Go for it. Kijken naar. En ik denk, oké, okay, we zullen zien hoe lang je gaat rennen. Daar Voordat je uitvindt dat dat niet de richting is. Want je bent alleen het rennen op zoek naar jezelf. Maar zullen, hoe harder je rent, kom hoe ver verder je, je komt van raak. jezelf. Ja, 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 ja. Dus als je het niet weet, ben je er. Klaar. Punt uit. Mooi. Ja. Simpel. Man. Ik heb trouwens een cadeautje helemaal voordat ik het vergeet. Mm. Maar, maar <laughs> dan moet je wel beloven ja. dat je hem elke dag gebruikt: mm. koffie of thee. Een koffie of thee? koffie of thee. Dat is een vraag. Ja. Ik ben een koffie. Ja, dan ga je daar bewust van genieten. <laughs> <laughs> bewust genieten. Fantastisch. Ja, even een vervroegd verjaardagskadootje. Oh, dankjewel. Dankjewel. Het is niet zo heel vroeg. Um, Op welke dag leven we? Nou, Zo'n paar dagen ben ik ja. Dus ja. dankjewel. Ja. <laughs> Oké, okay, ik wil me afsluiten met de laatste vraag. Vanuit dit moment, vanuit dit gesprek. Aan alle mensen die nu luisteren, wat we als laatste van jou uit jouw hart uh, meegeven. Ja, dus ik um, denk het allerbelangrijkste alle, alle is dat voor de meeste mensen, jij zegt leven in het hoofd, ik zeg gewoon, het is afleiding van wat je bent. Uh, waar je vrede mee moet maken, is dat jij een gigantisch groot wezen bent die zich probeert in te passen in een heel klein minuscuul lichaam. En dat is. Dus dit lichaam wordt de beperking van wat is. Dus op het moment dat jij realiseert dat jij niet kunt sterven, kan niet sterven, ik kan niet doodgaan, ik kan mijn lichaam verlaten, maar ik kan niet doodgaan. En op het moment dat je vrede sluit met de dood, en wetende dat nadat je bent weggegaan, je terug bent waar je altijd was, in een ongelooflijke dimensie, dat heel veel mensen hemel noemen. En waarom noemen ze het hemel? Omdat de dimensie is van de eenheid, de dimensie waar. Alles, waar alles perfect is zoals het is. En hier zitten we in de dualiteit, dus we zijn continu bezig met goed of slecht. Als we dat in ons hoofd zouden veranderen, dat alleen gaat van hoe kies ik de ervaringen waar mijn hart blij van wordt, en durf al het andere los te laten. Als je dat dus doet, dan heb je een prachtig mooie ervaring, want het gaat niet om wat men van jou denkt, het gaat erom of jij kan vinden van wat de liefde in jou is. En dat klinkt heel, uh, ik noem het klef als je praat over liefde. Maar als je praat over liefde als een frequentie van manifestatie. Eh? Dus dan, dan, dan is liefde voor mij de beleving van vreugde, van authenticiteit, van er mogen zijn. Dat is wat ik wil ervaren. En dan ben ik klaar. That's it. It's simple. Yes? Mooi. Dankjewel. My pleasure. Dankjewel. Voor iedereen die uh, heeft geluisterd, dankjewel voor het luisteren. Mocht ze willen connecten, ik zet jouw link van de Instagram in de beschrijving. Sure. Absoluut. En ik zeg zoals altijd, geniet bewust van het moment. Deze. <laughs> <laughs> en tot Nu bewezen dat het waar is. Dankjewel <laughs> 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 Axel. Thank Till you next well. time.